Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto's weinig bewolking zichtbaar, maar de bewolking hangt heel dicht bij de grond. En uit die lage bewolking valt van tijd tot tijd regen en motregen. Het zijn meestal hele kleine hoeveelheden, maar het druilerige grijze weer van de afgelopen dagen hebben we dus ook vandaag gewoon nog. Vooral in de ochtend trouwens, want vanmiddag begint het vanuit het westen langzaam wat droger te worden en heel misschien breekt aan het einde van de middag ook af en toe de zon door. Temperaturen zijn zeker niet laag, 12 tot 14 graden en de wind neemt aan zee toe naar windkracht 5 en op de Wadden windkracht 6. Vanavond op steeds meer plaatsen opklaringen en op steeds meer plaatsen droge omstandigheden. Dat zorgt ervoor dat we morgen dan eindelijk een ander weerbeeld hebben. Dan blijft het wel de hele dag droog, er zijn wolkenvelden, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Temperaturen 13 à 14 graden en bij een matige zuidwestenwind is de vrijdag dus de beste dag van deze week. Zaterdag beginnen we met af en toe zon, maar later op de dag neemt alweer de bewolking toe en in de avonduren en in de nacht naar zondag verwachten we dan af en toe regen. Die regen trekt zondagochtend weg en dan kan er later op de dag lokaal nog een bui vallen, maar grotendeels is de zondag verder droog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.